En wat herinnert je nog van die oorlog? Heel veel miserie. Heel veel angsten. Want ons moeder was doodbang als de vliegers overkwamen. We waren maar met ons twee meer, de anderen waren getrouwd. En dan moesten we de kelder in, daar stonden twee zetels, totdat het, de vliegers voorbij waren. En een keer hebben we sauce gehad, want uh, een vlieger was geraakt. En die losten zijn bommen en die vielen juist bij ons langs het huis af, ja. En, het was enorm bang, ja. En had je dan ook minder eten, of was dat allemaal normaal? Ja, gelijk het op de boerendorf ging, varken, schapen, en dus, uh, en kippen, en we hadden dus eten, hè. Een smoeke was een boerenvrouw van afkomst, die kon zich redden. Ja. Ja, want haar man was dood, maar ze ja. het lukte toch nog om zich te redden. Ja, ja, ja. Hoe deed ze dat dan? Ja, we hadden, we hadden vee, hè? Dus, dus ze deed de boerderij zelf? Ja, ja. Een smoeke was een boerenafkomst, dus die wist zich te redden. Ja.